bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Dit keer heb ik als gast Leon van Rijthoven van Duurzaam Drimmelen. En Leon, welkom op de eerste plaats. Dankjewel. Jullie zijn initiatiefnemer van het Groot Groene Feest, dat hier op het Raadhuisplein gehouden wordt op 23 april. Ja. Wat is het Grote Groene Feest? Ja, het Groot Groene Feest is eigenlijk een bijeenkomst van allerlei hele leuke initiatieven in Drimmelen, in de gemeente Drimmelen. Op het gebied van duurzaamheid. Dus we hebben eigenlijk gemerkt dat er zijn zoveel mensen die zich op de een of andere manier inzetten om iets te doen op het gebied van duurzaamheid, die ook die noodzaak voelen. En dat willen we een keer presenteren en die initiatieven bij elkaar brengen. Ja. En dat hebben jullie ook als Duurzaam Drimmelen gedaan. En jullie hebben al die initiatieven een keer bij elkaar gebracht. En daaruit is dat Groene Feest eigenlijk ontstaan, kun je zo'n beetje zeggen. Hè? Ja, ja. Ja. En waarom nou zo'n groot groen feest op dit moment? Vooral om al die initiatieven hebben eigenlijk allemaal hun eigen publiek. Mm-hmm. Het zijn vaak ook vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Maar die vrijwilligers lopen ook allemaal tegen hetzelfde probleem aan, dat beperkte tijd, beperkte capaciteit, hoge ambities. En het idee van ons samen was van, als we dat nou eens samenbrengen en we proberen samen een publiek te bereiken, dan staan we samen sterk. Dus dat is het achterliggende idee. En als ik nou denk aan de mensen die thuis zitten te kijken, hè, waarom zouden die nou die zaterdag hier naartoe komen? Wat kunnen ze vinden? Ja, het belangrijkste is denk ik dat het heel erg leuk is. We proberen het ook echt leuk te maken. Mm-hmm. Hè. Vaak dan zit aan het thema duurzaamheid. Dat is een beetje zo van, moeten we daar iets mee? Ver van mijn bed show? Ver van mijn bed. Of het is iets voor de wollen sokken types. Ja. Maar ik denk dat dat toch steeds meer mensen zien dat er een noodzaak is om iets te doen. Mm-hmm. En wij willen laten zien dat het ook leuk kan zijn. Het is gewoon leuk om iets te doen met duurzaam eten. Dat kan ook lekker zijn. Met kledingruil, met je woning verbeteren, comfortabeler maken. Dus je kunt zelf ook een heleboel ideeën opdoen. Ja. Je kunt met mensen contact maken. Ja. Stel dat je thuis bent en je denkt van, ik wil eigenlijk ook wel een steentje bijdragen. Kun je daar ook in gesprek gaan met diverse partijen? Ja, dat is het idee. We kunnen in Drimmelen lopen al ontzettend veel hele goede initiatieven. Absoluut. En we willen de mensen laten zien van wat er mogelijk is, gewoon hier in Drimmelen zelf. Ja, hier op het Raadhuisplein van hoe laat tot hoe laat? Het feest start om 11 uur tot 4 uur 's middags. Oké, van 11 tot 4. En ik begreep, Leon, dat er ook nog een lezing is op die zaterdag. Er is een lezing, dat gaat over afvalloos leven. Dat is hier in het Trefpunt. Ja. Maar er is ook muziek. Er zijn lekkere hapjes, er is van alles te zien en te beleven, er is wat te knutselen voor de kinderen. Dus, het is eigenlijk een feest om hier naartoe te komen. Zeker, zeker. Je hebt iets gemist als je niet geweest bent. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. En ik zag op Facebook ook dat jullie bezig zijn om een lied te laten maken. Ja, er is een heel leuk lied geschreven door Kees Vermeel, oud-docent van de Stuifhoek. Ik zie een bekende mens voorbij komen. En dat willen we hier ook presenteren, dat lied. En we hopen dat samen kan met scholieren. En ik heb de eerste demo's gehoord. Klinkt hartstikke leuk en hip. En ik ben benieuwd. Jullie zijn als groep nog heel erg bezig om nog een groter feest ervan te maken. Heel veel mensen erbij te betrekken. Ik begreep gisteren dat er al 24 partijen zijn die deelnemen. Ja. En volgens mij stijgt dat nog dat aantal nog steeds. Zolang er kraampjes zijn, heb ik begrepen. Ja, het is nu zo dat we zijn eigenlijk deze week gestart met het communiceren. Dus het staat nu op Facebook. Er zal een stukje komen in het Carillon. Dus mensen kunnen gewoon kennis nemen van wat er hier gebeurt. En nu dat we aan het communiceren zijn, zijn er ook partijen die zeggen, god, daar wil ik ook wel aan meedoen. Dus en dat kan altijd, denk ik. Want partijen hoeven ook niet per se in een kraampje te staan. Je kunt sowieso zo komen. En een netwerk. Het is natuurlijk ook een grote netwerkbijeenkomst. Ja, ja, ja. Maar ook voor alle inwoners. Niet alleen van Maarden, neem ik aan, maar van de hele gemeente. Van de hele gemeente, ja. Zeker. Denk aan 23 april van 11 tot 4. Kunt u hier terecht op het Raadhuisplein. U kunt zo gezellig langslopen. Blijf wat langer als het u bevalt. En we hopen heel veel mensen hier te zien. Zeker. Komt allen. Ja, zeker weten. Leon, heel hartelijk bedankt voor dit interview. En u beste mensen,
Bedankt voor het kijken en ik zie u graag volgende maand weer terug. Dankjewel.